In het vorige filmpje hebben we alleen beelden laten zien van de bouw van de ondergrondse fietsstalling, specifiek de vloer en de wanden. Deze keer is het Hedwig en mij gelukt om in beeld te verschijnen om jullie meer te vertellen over de voortgang. We zijn nu druk bezig met het dak van de stalling. Als eerste is er voor een soort tafel gebouwd, een ondersteuningsconstructie, waar bovenop wapeningstaal is aangebracht en nu het eerste deel van het beton is gestort wat aan het uithouden is. Zoals Hans net heeft verteld, hebben we gisteren een deel van het dak van de fietsenstalling gestort. Hier is ongeveer 1950 kub beton gegaan. Dit beton hebben we gestort tussen 6 uur 's morgens en 2 uur 's nachts. Dat wil zeggen dat we ongeveer 100 kub beton per uur de fietsenstalling in hebben gepompt. Dit hebben we gedaan op sommige momenten met 2 pompen en op sommige momenten met 1 pomp. Als afwerking is het beton gevlinderd. Dit wil zeggen dat er overheen gereden wordt met een vlindermachine en die zorgt ervoor dat het beton goed verdicht wordt. Half juni storten we de rest van het dak van de fietsenstalling. Daarna gaan we bezig met de afwerking en de inrichting van de fietsenstalling ondergronds. We hebben een speciale gast in dit filmpje. Onze wethouder Ed Anker is ook aanwezig. Het gaat heel erg snel nu. Je begint voor je te zien dat die fietsenkelder af wordt. Je kan als je eromheen loopt al de plekken zien waar de ingangen komen. Langzamerhand krijg je een beeld van hoe dit stationsplein er straks uit gaat zien. Die mannen zijn daar nog steeds aan het werk. Heel Nederland zit thuis te werken en is zichzelf aan het beschermen. Ik ben ontzettend blij dat de bouw door kan gaan. Dat betekent ook dat deze mannen extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen, dat ze afstand moeten houden, maar ze werken wel door. Ik heb er gewoon groot respect voor dat het kan. Ik ben er trots op dat er wordt doorgebouwd, maar ik ben ook extra dankbaar dat ze het gewoon weer doen.